Tijdens je opleiding kan het gebeuren dat er uitdagingen op je pad komen die invloed hebben op jouw studievoortgang. Denk bijvoorbeeld aan ziektes, twijfels over je studie, financiële zorgen of familieomstandigheden. Loop hier vooral niet mee rond. We kunnen namelijk allemaal wel eens een steuntje in de rug gebruiken. Maar bij wie kan je dan terecht? Dat leg ik je graag uit. Jouw studentbegeleider is vaak het eerste aanspreekpunt. Meestal kan de studentbegeleider je goed op weg helpen. Het kan ook zijn dat je wordt doorverwezen naar het studiesuccescentrum. Heb je liever rechtstreeks contact, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Bij het studiesuccescentrum werken specialisten die jou op allerlei gebieden kunnen ondersteunen. We geven je in deze video even een kort overzicht. Decanen kunnen je helpen als je vragen hebt over bijvoorbeeld je studiefinanciering of over financiële regelingen. Ook als je een geschil hebt met je opleiding, kunnen zij je bijstaan met advies. Decanen weten alles over regelingen die er zijn voor studenten. Denk hierbij aan het studeren met een functiebeperking, mantelzorgtaken, topsport of fulltime studeren in combinatie met een gezin. Heb je financiële zorgen? Neem dan vooral contact op met de financieel coach. Deze specialist helpt je graag bij het op orde brengen van jouw financiën. Zit je al langere tijd niet lekker in je vel? Voel je je gestrest, angstig of somber? De studentenpsychologen kunnen je helpen om psychische problemen te voorkomen of te verminderen. De psychologen bieden individuele, kortdurende therapie, maar ook groepstherapie, zoals de faalangstgroep, de mindfulnessgroep en de perfectionismegroep. Iedereen twijfelt wel eens, maar blijf je twijfelen over je studiekeuze, je vervolgstudie of wil je begeleiding bij oriëntatie op de arbeidsmarkt? Dan kun je terecht bij de studiekeuze en loopbaancoaches. Zij organiseren ook trainingen en workshops. Schrijven en spreken valt niet altijd mee. Zeker niet als je dyslexie hebt of een andere moedertaal. De dyslexiespecialisten kennen de laatste technische snufjes en helpen je graag met tips en tricks. Voor studenten met een anderstalige achtergrond is er NT2-begeleiding. En bij het taalportaal kun je terecht voor het goed leren opbouwen van al je schrijfwerk. Ook biedt het Studiesuccescentrum trainingen op het gebied van bijvoorbeeld studiestof verwerken en time management. Dat is handig voor een aanstaande tentamenweek. Dus, onthoud goed. Welk vraagstuk je ook hebt, bij jouw studentbegeleider en het Studiesuccescentrum kun je altijd terecht. En natuurlijk zijn al deze gesprekken vertrouwelijk. Ze helpen je graag.